Ondertussen raasde het noodweer boven ons dat je steeds dacht, het is afgelopen. Dadelijk slaat die bliksem in die stomme klote mast en dan is het klaar allemaal. Het verlossen, kunt u mij horen? Hey, de Urban Jungle, heb je die uit? Ja, ik heb de Urban Jungle uit, maar dat gaan we volgende keer doen. Je moet wel een beetje opsparen natuurlijk. Wat heb je vandaag bedacht? Vandaag heb ik bedacht iets over Texel. Oh, Texel, waar je natuurlijk net van terugkomt. Want, gisteravond laat teruggekomen van Texel. Waar het, zoals ik al zei, nu regent het die pijpen stelen, dat is duidelijk. Maar het heeft niet geregend. Nou, ik geloof een mini-buitje op Texel, maar het vast mocht niks... Mocht geen naam hebben. Was het dan al erg druk? Want je leest steeds stukken nu, ook deze week weer, van de Waddeneilanden. Het was even verschrikkelijk. We gaan ten onder. Verschrikkelijk druk. We kwamen aanrijden en het heel Den Helder zat al zo vast. En nou ja, dat parkeerterrein, dat stond echt een chock vol. Ik moet zeggen dat toen tenslotte de boten verschillen varen dan elk half uur. En met name op die hele grote nieuwe boot, daar gaat wel direct heel veel op. Dus zo verschrikkelijk lang heb ik er niet gestaan. Maar ik ben geen goede wachter. Ik heb van zo'n ontzettende hekel aan wachten. Ik heb zo'n onverschrikkelijke hekel aan in de rij staan. Ik ga nooit in een rij staan. Ook als de Heer Jezus terugkomt op aarde en je moet in de rij staan om gezegend te worden, dan ga ik er niet in staan. Dan denk ik bij mezelf, hij zou het best willen doen, maar... In deze rij, dat heb ik er niet voor over. Maar hoe los je dat op dan? Het is dezelfde idiotie dat je 3000 euro moest betalen voor een selfie met Barack Obama. Nou, Barack Obama heb ik altijd hoog gehad, hoog geacht. Ik weet niet precies wat je hier moet zeggen. Maar dacht je nou echt dat ik in een rij zou gaan staan voor een selfie met Barack Obama? Wat zo nogmaals ook niet voor de Heer Jezus. Jij doelde op dat hij er van de week was, hè, in Amsterdam. Een evening met Obama. Ja, ik begreep dat hij zich gewoon niet vol had gekregen. Nee, dat hoorde ik ook. En het duurde maar een uurtje, dus het was vrij snel voorbij. En je mocht allemaal geen foto's maken. Het was allemaal afgeschermd, typisch Amerikaans. Ja, waarschijnlijk kan, weet ik. Want hij heeft natuurlijk nog steeds een bewakingsdetail. Daar mag je wel van uitgaan. Ja. Nee, ik heb zo'n hekel in de rij staan. Want ik denk natuurlijk altijd, kijk, ik word nu 80 in oktober. Zoveel tijd heb ik niet meer. En om die nou te gaan verspillen met in de rij te gaan staan, voor weet ik veel wat. Lekkere broodjes of toegang tot het museum. Nou, wat mij betreft kan het museum meteen de pot op als ik in de rij moet staan. Maar hoe heb je dat nu dan gedaan bij Texel, voor de boot? Nou ja, ten eerste heb ik een geheimzinnige route gereden die mijn zoon mij, die stond wel namelijk in de file en zei, denk erom, je kunt over het marineterrein rijden of langs het marineterrein. Dat heb ik wel gedaan. Dat scheelde al aanzienlijk, want dan hoefde je niet door die file in Den Helder, hoefde je niet te staan. En toen moet ik zeggen, nou, ik zag het somber in, maar... Je kon, zeker als je dan vast een ticket hebt, hè, zo, het is, gaat elektronisch. Gaat automatisch open. Lees je nummerbord. Ja. Die boot, we zagen net nog een boot wegvaren, maar de volgende boot, daar konden we op. Gelukkig maar, want anders was mijn huur met de muur al meteen volledig bedorven. Want er gaat één keer per uur? Nee, twee boten per uur. Oké, dus ieder half uur gaat er één? Ja, als het niet druk is, dan varen ze met één boot natuurlijk. Maar onder zulke omstandigheden met twee. Ja. Ik vond het... Heel, heel erg druk op Texel. Al die plekken waar ik wel om geef, of dat nu Wenen was, we hebben het erover gehad. Ik moet mijn taal een beetje matigen. Al die stom vervelende giechelende meisjes in dat museum, die maar selfies van zichzelf liepen te maken, dat je ook denkt, donder dan op, ga ergens anders heen, weet ik veel, naar de horeca of zo. En dan marcheerden ze met van die verveelde gezichten langs die schilderijen. Waarom ben je daar dan? He? Maar goed, het was ook op Texel. En dan denk ik wel natuurlijk aan het Texel van mijn jeugd. Wat natuurlijk wel een beetje een stille boel was. Dat kan ik wel getuigen. De Koog was nog een stil dorp in allerlei opzichten. Nou ja, godzijdank logeerden wij dan bij mijn zoon en... Dat is op een stil stuk van het eiland. Het oostelijke stuk van het eiland, dat is nog wel te doen. Maar er is geen grote geesel
dan het moderne massatoerisme. Waarvan je natuurlijk uiteindelijk zelf een onderdeel bent. Dat begrijp ik ook en wel. Je gaat ook in de week dat het natuurlijk het drukste is, namelijk de meivakantie. Ja, maar dat is natuurlijk omdat wij de zaak coördineren met de vakantie van de kleinkinderen. Ja, dat kun je niet anders. Ja, dus als je die er ook moeten zijn, dan moeten wij in die week toch met vakantie. Maar kun je niet zeggen tegen die kinderen, we geven ze een week thuis onderwijs en we gaan wel een week dat het wat rustiger is? Ik moet zeggen dat mijn zoon heeft al jaren geleden alweer een wereldreis gemaakt met zijn 3 kinderen en echtgenoten. En hij kreeg heel makkelijk toestemming om dat te doen. En ze zijn dus alle 3 de kinderen zijn van de lagere school. Dat was toch volgens mij nog wel lagere schooltijd. En wat wel vrij interessant was, dat vooral mijn oudste kleinzoon is iemand die laten we zeggen, ook uit zichzelf wel het huiswerk maakt. Maar die bleek op zijn eigen klas in de wereldreis voor te zijn geraakt op zijn eigen klas. Dus dan denk je, nou ja, zo erg is het ook niet. En zo erg is het ook helemaal niet gebleken te zijn. Dus je gaat op wereldreis, maar je moet wel de leerplicht blijven. Dus je moet wel blijven. Ja, maar die school die stond daar eigenlijk heel open tegenover. Ik geloof wel dat ze zoiets zeiden van, het is heel leuk voor die kinderen om een wereldreis te maken. Leerzaam, precies. Het is educatief verantwoord. En ze hebben ook van alles en nog wat eraan gedaan. En ze hadden een heel huiswerk gezien, dat draaide als een tierenlier. Dus ja, dat zou in dit geval. Maar ja, een week. En dan krijg ik daarvan dat gesmokkel, want dan moeten ze met de wintersport ook een week. En nou ja, voordat je het weet, ben je voortdurend weg. Daar ben ik ook niet zo'n voorstander van. Nee. Welke aspecten uit de geschiedenis van Texel of wat je wil vertellen, ga je aanstippen? Nou, ik wou iets zeggen over de zogenaamde reden van Texel. En dan. Is dat niet een lezing die, of is ook een lezing jaarlijks op Texel, die de reden van Texel heet. Maar dit is reden met dubbel E. En dat was in feite een ankerplaats. En die ankerplaats die bevond zich aan het zuidoostelijke deel van Texel. En die ankerplaats die heeft economisch eigenlijk in allerlei opzichten een hele belangrijke rol gespeeld. Dat begint al kleinschalig in de 14e eeuw zo'n beetje, als de Nederlandse scheepvaart begint te draaien, met name ook de OC-handel begint te draaien. Omdat die schepen dat vond ik wel komisch, daar moet ik mee beginnen. Iemand zei tegen mij, ja maar Amsterdam lag toch helemaal niet aan zee? Nee, dat klopt, Amsterdam ligt nu niet meer aan zee. Maar toen wel, want toen was de Zuiderzee. De Zuiderzee, niet het IJsselmeer, maar de Zuiderzee. Nou, dat moet je wel goed in de gaten houden. En dus die schepen lagen bij Texel vaak te wachten op gunstige wind. Dat kon in de tientallen schepen lopen die daar allemaal op een of andere manier lagen te dobberen tot de wind goed was. Want sommige schepen moesten naar de Oostzee, dus dan moest je zuidenwind hebben. En sommige schepen moesten juist naar de Mediterranee, die moesten noordenwind hebben. Gaan ze maar door. En omdat ze daar lagen, ontwikkelde zich daar vanzelf eigenlijk een heel bedrijf. Aan die kust van het zuidoostelijke deel van Texel. Overigens, Texel aan de zuidkant verlandt snel, nog steeds. Dus het schoof steeds een beetje op, zodat eigenlijk die reden van Texel in toenemende mate de oostkant, de zuidoostelijke kant van het eiland betrof. Als daar natuurlijk voortdurend tientallen schepen liggen, soms over de 100 schepen lagen te wachten op gunstige wind, het ging er natuurlijk om dat ze door het Marsdiep dan wegzeilden. Het Marsdiep was natuurlijk ook belangrijk voor de Hanzesteden langs de IJssel. Bijvoorbeeld Kampen, een belangrijke handelsstad, maar natuurlijk al die Hanzesteden natuurlijk, die werden van minder belang naarmate met name Amsterdam natuurlijk een raketachtige opkomst maakte misschien wel de belangrijkste handelsstad ter wereld in allerlei opzichten. Maar Kampen betaalde mee aan de betonning van het Marsdiep. Dat was de uitgang naar zee in feite voor alle Nederlandse scheepvaart die de zee op moest. Omdat al die schepen er lagen, ontwikkelde zich ook bedrijvigheid. Een van de bedrijvigheden was heel belangrijk en interessant, dat er water werd ingenomen op Texel bij de zogenaamde wezensputten. En daar kwam heel bijzonder water uit, namelijk sterk ijzerhoudend water. Bruin
het oogde ook bruin. Zoveel ijzer zat erin. Maar je voelt al aan je water welke kant dit opgaat in het verhaal. Namelijk dat ijzerhoudende water bleef heel lang goed. Dat we zeggen, het bedierf niet. Niet waar, door middel van bacteriegroei of zoiets dergelijks. Het bleef vaak goed tot ze in Indië waren. Dus je moest flink wat van dat ijzerhoudende water aan boord nemen. En dat had hele gunstige effecten. Zolang ze niet konden uitzeilen, logeerden ze vaak aan de wal. Gingen ze in een logement, bijvoorbeeld een oude schild, gingen ze logeren. Ik begreep ook dat Michiel de Ruiter daar ook dan, als hij niet uit kon varen, dat hij daar dan ging logeren. Bovendien was het zo, naarmate de schepen groter werden en met name de Zuiderzee op allerlei plekken toch dreigde te verzanden en ook natuurlijk de toegang tot de Amsterdamse haven bezig was te verzanden, want dat was een enorm probleem, voor Pampus liggen, de uitdrukking hij ligt voor Pampus is hij bewusteloos, dat geeft al aan dat ze eindeloos moesten wachten vaak voor Pampus. Tot het water wat hoger was gestegen. En tenslotte heeft Amsterdam daarvoor een hele kostbare oplossing moeten bedenken. Dat waren de zogenaamde scheepskamelen. Dat we zeggen dat waren een soort van drijvende dokken. En dan werden die Oost-Indië-vaarders ingevaren. En dan werd natuurlijk het water werd eruit gepompt. En dan voeren ze zo de Amsterdamse haven binnen. Wat natuurlijk toch al een vrij bewerkelijke aangelegenheid is. Ook daarvoor was die reden van Texel een heel interessante oplossing. Want de grote schepen konden daar blijven liggen. En die sloegen dan hun lading over op lichters. Kleinere schepen die daarmee richting Amsterdam konden. Als al die schepen daar toch liggen, kun je ook reparatie uitvoeren. Sterker nog, vaak werden ze op de kust gezet en dan werden ze daar gerepareerd. Er ontwikkelde ze dus eigenlijk op die reden een vrij omvangrijke industriële en handelstechnische bedrijvigheid. Je kunt zeggen, neem even een slokje. Heerlijk ijzerhoudend water. Ja. Overigens worden wij niet gesponsord door dit merk. We worden door helemaal niemand gesponsord. Hebben volgens mij ook nooit gezegd welk merk het was. Nee, klopt. Maar mensen hebben natuurlijk, we hebben nu het cameraatje niet aanstaan, maar de mensen die de camerabeelden bekijken. Zien nu dat dit Sourcy is. Nee, wij worden niet gesponsord. Ja. En dat is weer van wij Heineken. Wij worden door niemand gesponsord. Precies, maar mensen dachten, omdat dat iedere keer zo duidelijk in beeld werd gehouden door en jij ook altijd dit merk drinkt, dachten mensen dat zal wel de sponsor zijn, maar dat is dus niet toch zo. Wel, dat is toch wel dat je meteen al verdacht bent eigenlijk. Ja. Het is van Heineken trouwens. Moeten we ook niet zeggen, ook Audi sponsort ons niet. Nee, precies. En Zoom ook niet. En Zoom ook niet. En Shure ook niet, want we zijn de microfoons Smint van. Ook niet. En Smint ook niet. De regenjassenfabrikant ook niet. Niemand. Helemaal niemand. Nee. Wel nu, we gaan weer door met die ankerplaats, met die reden van Texel in feite. Want je kon daar dus ook, je kunt het echt zien als een systeem. Eigenlijk was de reden van Texel de voorhaven van Amsterdam. Je moet eigenlijk, het was eigenlijk een enorm havencomplex, waarvan de reden van Texel ook een onderdeel vormde. Want dan kon je dus die lading eventueel, dus we hoefden nooit verder te gaan dan de reden van Texel. Als het een beetje grote schepen waren, dan was het fluitschip ook weer niet zo groot. Ik weet niet precies wanneer het moment. Eigenlijk, eind 17e eeuw heeft Amsterdam toch al zulke verzandingsproblemen dat de haven gewoon lastig te bereiken was. Daar kwam het op neer. Nou, dit speelde natuurlijk op die reden van Texel speelde dit niet zo sterk. Overigens, er zijn meerdere incidenten geweest. Niet dat nou elk jaar gebeurde, of elke 10 jaar zelfs, maar er zijn een paar beroemde gevallen van geweldige, verschrikkelijke stormen, waarbij echt tientallen schepen het niet overleefd hebben die op die reden van Texel lagen. Dus ik geloof ergens eind 16e eeuw, ik geloof 1660, dat, nou ja, je kunt je voorstellen dat het, af en toe hebben wij ook zo'n freakstorm, nou ja, dat die zeilschepen die waarschijnlijk lang niet allemaal in topconditie waren, of misschien ook niet allemaal volledig bemand waren, dat die daar enorme schade leden. Dus en als je dat nou wil zien, hoe dat in elkaar zat op die reden van Texel, dan, ik moet er nog bij zeggen dat, misschien denken sommigen, heeft dat ook te maken met de haven van Oudeschild? Nee. Oudeschild was er wel en participeerde in dit economisch bedrijf,
Maar Oudeschild had niet de haven die het nu heeft. Oudeschild heeft pas aan het eind van de 18e eeuw een haven gekregen. En die ondertussen overigens, althans de jachthaven, die wordt steeds groter en groter. Eerst was er gewoon een jachthaven, toen kwam er een tweede jachthaven bij. En nou ja, in verband met die zwart geldproblematiek zal er nog wel weer een derde jachthaven ooit bij zijn. Ik had dat niet moeten zeggen natuurlijk, maar goed. Ik denk ook het hebben van een bootje is ook zo'n typisch verlangen. Ik ken maar heel weinig mensen met bootjes die er ook echt iets mee doen. Ik heb alle begrip voor mensen met bootjes die op zee zeilen. Dat vind ik indrukwekkend. Ik kan me voorstellen dat dat ook een avontuurlijk en aantrekkelijk aspect heeft. Gert Wester doet dat, hè? Maar al die mensen die met zo'n bootje in zo'n haven liggen en dan op zaterdagmiddag hun kennissen uitnodigen, ja, om een treetje bier weg te werken, dat denk ik altijd van, dat is toch echt zonde van het geld. Frits doet dat, hè? Wist je dat? Frits Wester. Die gaat dus op open zee gaat hij zeilen. Goed zo. Nou, daar ben ik. Dan doe je iets met je boot. Ja. Dat stelt iets voor. Hij zegt, dat is ook fantastisch. Dan word je dus 's ochtends wakker en dan kijk je dus om je heen alleen maar water. En dan zegt, heeft hij schijnbaar... Ja, het zou toch wat zijn als je ineens zo'n rots ja, je weet het niet. Staan in de Noordzee. Ik denk dat heel veel mensen dat spannend vinden. Maar hij vindt het echt fantastisch. En hij heeft er ook vaak foto's van laten zien. Dat zijn natuurlijk wel vrij eentonige foto's, of niet? Ja, maar hij vindt dat heerlijk. Hij zet de muziek hard aan en dan gaat hij daar staan zingen. Want hij is een enorme fan van Neil Diamond, hè? Dus dat zet Nou, moet ik eerlijk bekennen, toen ik nog een jongetje was, had ik een tijdje lang het verlangen om eenzaam de wereld rond te zeilen. En dat kwam eigenlijk omdat ik een boek had gelezen over Joshua Slocum. En Joshua Slocum was de eerste, was een Amerikaan. Dat was de eerste man die in zijn eentje de wereld rondgezeild is, notabene op een opgeknapte oesterboot, als ik het me goed herinner. En dat leek me zoiets geweldig. Ja, moet je je voorstellen dat ik toen over een heel geringe zelfkennis beschikte, dat ik in mijn eentje de wereld rond wou zeilen. Ik heb wel een paar keer gezeild, nou, ik heb mezelf in mijn leven zo ongelooflijk verveeld als bij het zeilen, moet ik je zeggen. Maar even afgezien van het verschrikkelijke noodweer wat me ooit overkomen is, dat heb ik al volgens mij alles een keertje verteld. Op een boot? Ja, op een boot, ja. Heb je nooit verteld? Nee? Nee. Verschrikkelijk was het. Het was verschrikkelijk. Mijn oom woonde toen, die is naar Amerika geëmigreerd in Holland, Michigan. En Holland, Michigan had een soort van kanaalverbinding met Lake Michigan. Lake Michigan is echt heel erg groot. Als je in het midden bent, heb je de Frits Wester ervaring dat je alleen maar water ziet. En dat je Chicago in ieder geval niet kunt zien. Het is echt een heel groot meer in ieder geval. En ja, mijn oma had een vrij forse zeilboot. En of ik mee wilde zeilen. Nou ja, ik had mijn twijfels zo, maar goed. Ik was liever de krant gaan lezen, maar ik mee zeilen. Dat was prachtig weer, ik kan niet anders zeggen. Dus ja, je weet hoe dat is, met het kabbelende geluid van het water. Je maakt een praatje, maar ook heel typisch Amerikaans. Er kwam een onweer opzetten. En bij ons hoor je dan eerst nog een hele tijd in de verte gerommel en zo. En valt allemaal erg mee. En tenslotte is er één hele luide klap en een bliksem. Denk je, dan is het wel weer over. Dit ontwikkelde zich al snel tot een onbeschrijfelijk noodweer. Waarbij je toch niet kon ontsnappen aan de gedachte dat het einde der tijden eindelijk nabij was. Alles werd groen, van het echte soepgroen en zo. En stak een gruwelijke wind op en... Maar zei mijn oma, niets aan de hand, we zetten het motortje aan en dan motoren we gewoon dat kanaal weer binnen en dan kunnen we afmeren. Ja, je begrijpt alweer hoe dit gaat. Het motortje wou niet starten. Zo, zei het motortje, wou niet starten, daar zaten wij. Ik moest liggend in het gangboord, mijn neef, de zoon van mijn oom, liggend in het andere gangboord, allebei met een peddel. Hebben wij die klote boot naar binnen moeten peddelen. Nou, ondertussen raasde het noodweer boven ons. Dat je steeds dacht, het is afgelopen. Dadelijk slaat die bliksem in die stomme klote mast. En dan is het klaar allemaal. Ja, en dan, interessante week daarna. Ik logeerde een tijdje daar. Zei mijn oma, zeg, we gaan morgen zeilen. Ga je mee? Daar kon ik niet laten om te zeggen, dacht je nou echt dat ik met jou mee zou gaan nog een keer zeilen op Lake Michigan? Never, nooit, niet. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon de krant gelezen.
Ik wou net zeggen, je hebt voor het eerst in je leven een actieve rol gehad op die boot om ja, je eigen leven te redden. Ja, dat wel. Ik heb me gek geperreld, joh. Want ik dacht ook, we gaan zinken. Het is afgelopen 3. Het was verschrikkelijk gewoon. Sowieso onweer in Amerika. Dat is een totaal andere ervaring dan onweer. Ook in Wyoming had je van die onweer. Die kwamen razendsnel op. En dan, vooral bij die frontpassage van zo'n onweer. Nou jongen, dan staat er een keiharde wind ineens. En het is noodweer. Het is echt noodweer. Ja, ja. Ja, je moet naar binnen. Maar dit is misschien een leuk programmaconcept voor RTL. Frits en jij op zo'n boot. Dus als je met Emma klaar bent, kun je misschien met Frits mee gaan zeilen. En dan zeker ook weer paddelen. Ja. Dat ze organiseren het zo dat het motortje niet wil starten. Ja. Nee, dat gaat mij niet overkomen. Ik gun het iedereen van harte. Nogmaals, de zeilers, de mensen die echt zeilen, daar heb ik alle begrip van de wereld voor. Maar dus die showboterijen achter op zo'n motorschip en dan aan het bier, nee, dat is... Hoe heet toch die race met die zeilboten om de wereld? Dat is toen toch ook een keer... Volvo Ocean Race. Ja, dat is toen toch ook een paar jaar geleden iemand overboord geslagen. En zeker, die laten ze verzuipen. Je vindt ze nou toch niet meer terug. Heb je dat wel eens gezien hoe dat toegaat? Ja, afschuwelijk. Heb je die golven wel eens gezien? Ja. Ja, in die zuidelijke Indische Oceaan. Dat is gruwelijk om te zien. Maar wat bezielt je om daaraan mee te doen? En, dan, hoe hard die dingen gaan, weet ik hoe ongelooflijk hard. En die... En dan is dat niet 2 uur op, 2 uur af en zo. Man, dat is verschrikkelijk gewoon. Dat is een topsport. Ja. Maar goed, uit eigen vrije wil neem ik althans aan. Ja. Dus ja, hoe zaten we nu? Oh ja, nou ja, de reden van Texel. Zie eigenlijk het hele systeem als één groot, eigenlijk goed georganiseerd havengebied. He, dus allerlei dingen die in Amsterdam moeilijk waren of niet meer konden. Dat kon op de reden van Texel kon dat nog allemaal wel goed georganiseerd worden. Daar was ruimte. En meestal ging dat goed, afgezien van die enkele verschrikkelijke stormnacht, ging dat ook goed. Nou ja, je voelt al aan je water wanneer het tot een einde komt. Dat was natuurlijk met de laatste Engelse zeeoorlog. Dat heeft een enorme negatieve impact gehad, ook op de Nederlandse handel. En natuurlijk met de Franse bezetting. Want de Franse Napoleon had het continentaal stelsel gedecreteerd. Dat wil zeggen, hij hoopte Engeland uit te putten door het af te snijden van handelscontacten van het Europese continent. Wat bij mijn weten Engeland bepaald geen kwaad heeft gedaan, want dat heeft ondertussen zijn empire verder uit kunnen bouwen. En dan wordt eerst het Noord-Hollandse kanaal natuurlijk aangelegd, waar je soms toe veroordeeld bent om daar langs te rijden met je automobiel. Doe dat niet. Neemt u alsjeblieft, als u toch die richting op moet, de oostelijke route, nietwaar, door de polders. Ten eerste ziet u daar in aanbouw het grootste servercomplex ter wereld. Geheel en al, nietwaar, van onze elektriciteit, wat met van onze elektriciteit wordt voorzien. En u kunt meestal redelijk doorrijden. Dus ga niet langs dat kanaal rijden. Dan hebben we afgezien van de mogelijkheid dat u door grenzeloze irritatie gewoon besluit het kanaal in te rijden en u zelf te verzuipen. Doe het niet. Ik heb er hele slechte ervaringen mee. Dat is dat kanaal. Dus neem de oostelijke route. Wat is dat? A7 of de A9, weet ik veel. Even die A-wegen. Waarom trouwens wij A-wegen hebben in Europa E-wegen? Waardoor ze overal een dubbel nummer moeten hebben. Dat is dan... De AX is de E7. Ja, dat je denkt, kan dat nou niet gecoördineerd worden? Kunnen we niet een Europees systeem bouwen? Maar dat hebben ze dus gedaan. Dat zijn dus die E-wegen. Waarom hebben wij die A-wegen dan nog? Omdat ze in Duitsland volgens mij ook A-wegen hebben. En dan heb je 2 keer een A2. Ja, nogmaals, dan hadden ze dat toch zo moeten coördineren dat we of A-wegen hebben of E-wegen. Ja, maar ik denk dat het van voor de merging... Ik ben bereid Z-wegen te kiezen, maar dit is gewoon verwarrend, toch? Ja. Goed, dit is even een aanname, hè? Ik weet niet of dit klopt, maar er is vast iemand die het luistert die zegt, hey, dit weet ik. Dat zit zo. Ja, dat zou best kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Wat wou ik nog meer zeggen? Ja, dus dan wordt dat Noord-Hollands kanaal aangelegd. Dat had overigens maar een heel beperkte capaciteit, maar dan... Ten slotte natuurlijk het Noordzeekanaal. En dan is het helemaal klaar met de reden van Texel. Die is eigenlijk, je kunt zeggen, die loopt van de... Nou, want we zetten later 13e eeuw zo tot echt eind 18e eeuw is het klaar met de reden van Texel. Maar als u dat nou eens precies wil zien hoe dat zat,
gaat u dan naar dat museum in Oudeschild. Want daar hebben ze in de kelder een prachtige maquette van de Reden van Texel. Waar u al die verschillende activiteiten die ik nu op heb genoemd, die kunt u daar heel aardig in beeld zien. En voor uw kinderen is het ook ontzettend leuk om te zien. En dan kunt u daarbij de uitleg die ik nu net heb gegeven van de Reden van Texel, die kunt u daarbij gebruiken. Maar de Reden van Texel was dus eigenlijk een min of meer spontaan tot stand gekomen verlengstuk van Amsterdam, van de Amsterdamse haven, toentertijd de belangrijkste haven ter wereld. Ja, ik hou altijd een toespraak op Texel, ja, voor het verpleeghuis. Dat heb ik dit jaar overigens niet gedaan, omdat er in het verpleeghuis heerste het norovirus, of in ieder geval een virus waardoor je verschrikkelijke diarree enzovoort zou krijgen. Dus ik heb het niet gedaan. Ik hou eigenlijk voor het verpleeghuis, vooral ook omdat veel van de toehoorders niet meer in topconditie zijn, vertel ik altijd een vrij impressionistisch verhaal over mijn eigen ervaringen op het eiland. Die per slotverrekening ondertussen ook al, nou ja, reken maar, ik ben nu 79. Ik heb 69 jaar Texel ervaring. We zijn in 53 zijn we begonnen. Je hebt geen idee hoe stilletjes het eiland was. Ik heb toch ook wel eens verteld dat wij logeerden in Hotel Californië. Hotel California. Dat was het ook alweer. Waar je check-in, but you can never check-out of zo. Zoiets was het toch, ja. Als je het vertelt, zegt men, god, hoe is het mogelijk? Het is al heel lang geleden is het afgebroken, overigens. Zoals zoveel, niet waar, van wat je... Dat is wel zeker in een land wat zo welvarend is geworden als Nederland, is dat toch een vreemde ervaring hoeveel van wat in je jeugd vanzelfsprekend was, simpelweg verdwenen is, afgebroken. Al die slootjes daar ten westen van Wageningen, waar we salamanders gingen vangen en zo, of ringslangen, dat is allemaal verdwenen. Dat zijn allemaal woonbuurten geworden. Maar kun je niet genieten van de verandering? Nou, ik gun vooral iedereen een ruime woning. Dat is al een groot probleem, zoals je weet, in Nederland. Want voor velen hebben we dat onbereikbaar gemaakt, suf genoeg. Ik vind het wel fijn dat Nederland een heel welvarend land is. Zonder meer. Maar dat neemt niet weg dat je toch wel eens verlangt naar het rustige, suffe Nederland waarin je opgegroeid bent. Ook omdat je een kind zich natuurlijk veel minder bewust is van maatschappelijke of eventueel mondiale problemen, weet je veel. Ik weet wel dat ik het eerste gekke woord wat ik sowieso al niet begreep waarom het voortdurend werd genoemd, was Panmunjom. Jij weet waarschijnlijk helemaal niet wat Panmunjom is. Panmunjom is een plaats in Korea waar werd onderhandeld over een wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. En dat was in mijn herinnering altijd in het nieuws. Had ik enig begrip voor wat zich daar nou precies afspeelde? Nee, ik heb geen idee wanneer het wereldgebeuren een beetje begon door te dringen. Ik denk toch met de Hongaarse opstand, want dat veroorzaakte bij ons enorme opwinding. Mijn vader zei de Groene op, wij waren op de Groene geabonneerd. Samen met een andere familie, ook typisch de zuinigheid van de jaren 50. En ik hoor mijn vader nog roepen, met de grote verontwaardiging, het is een crypto-communistische krant. Want de Groene had kritiek op die Mincenti en die Paul Malater en zo, die misschien ook niet zo fris waren, maar goed. Ze voerden een heel begrijpelijke strijd voor de onafhankelijkheid van Hongarije van de Russen, die natuurlijk Hongarije bezet hadden, met alle gevolgen van dien. Ja, het interessante is dat tenslotte zijn de Hongaren bevrijd geraakt bij het eind van de Koude Oorlog. En vervolgens hebben ze hun eigen dictatuur georganiseerd. Dat is wel een absoluut hoogtepunt van ironische stomzinnigheid. En dat kun je de Hongaren wat mij betreft wel aanrekenen, ja. Je begon hierover te praten omdat je zei, als je kind bent, dan ervaar je het allemaal anders. Ja, omdat je even afgezien van het feit dat je... Als je sowieso niet de hele zorgelijke omstandigheden opgroeit, waar in ons geval ook weer geen sprake van was natuurlijk, dat je niet bewust bent. Een kind van 10 is zich niet bewust van, nou, misschien dat ze tegenwoordig dan wel over iets van het klimaatprobleem horen, maar
of een kind van 10 een beetje geopolitiek bedoeld heeft. Nee, dat lijkt me helemaal niet. Ik had het in ieder geval niet, dat kan ik je vertellen. Ik was in al van alles en nog wat geïnteresseerd. Auto's vooral, vliegtuigen, kuifje. Maar ik had niet veel benul van wereldpolitiek. Ja. Dat komt dus pas met de Hongaarse opstand. 1956. Dat was heel dramatisch natuurlijk, want we kregen ook Hongaarse vluchtelingen. 1500 vluchtelingen, nou dat vonden we wat, zei jongen. Ja, en dan komt dat stap voor stap, komt de wereld binnen. Maar ik weet nog goed, ik vierde mijn verjaardag tijdens de rakettencrisis van 1962. Ja, 62. Waar toen iedereen zei van nou, we balanceerden op de rand van de nucleaire kladderadatsch. En dat ik weet nog goed dat ik had een kratje bier achter op de fiets voor de viering op mijn studentenkamer van mijn verjaardag. En dat ik dacht, het is ongelooflijk dat ik dat dacht. Achteraf moet ik zeggen, heb ik besloten dat ik groot gelijk had. Ik dacht namelijk, nou, dat zal zo'n vaart niet lopen. Je ziet dat hele idee, het zal zo'n vaart niet lopen, dat zit ingebouwd in mijn karakter eigenlijk. Dus ook als het wel zo'n vaart loopt, zit ik ernaast, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar vaak loopt het niet zo'n vaart. Dat is een veel vaker voorkomend probleem. Te meer omdat wij natuurlijk, zoals we vaak geconstateerd hebben, in een volstrekt hysterische samenleving leven, waarin alles is verschrikkelijk ontzettend erger dan het ooit geweest is. En nou ja, zeitenwendes, elke week hebben we er één. Het is dramatisch, je begrijpt wel waarom. We hebben natuurlijk hele competitieve media die voor een belangrijk gedeelte puur commercieel zijn. Dus ja, die moeten wel zorgen dat de kijkers en de luisteraars een beetje blijven hangen. Of je moet, zoals wij, een uniek nieuw model ontwikkelen, waarbij mensen luisteren juist om in slaap te komen. Ja. Hè? Om dus als het ware zorgeloos weg te drijven op hun eigen vage gedachten. Ik sprak van de week een jongen die zegt, ik kan niet meer in slaap vallen zonder de podcast. Ik heb de podcast nodig. Nou ja, moet je kijken, joh. Ja, we zouden ons eventueel... Nee, er zijn slaappillen willen ons natuurlijk niet sponsoren, want wij zijn beter dan slaappillen. Ja. Ja, een slaapprogramma. Het is een crypto-communistische krant. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is wel een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.